Was gewoon heel erg bijzonder. Zo'n groot middeleeuws gevaarte onder water onderzoeken, dat is geweldig. We zijn nu 3 maanden verder. We hebben alle gegevens op een rijtje gezet. En de overal conclusie is dat het een zeer bijzondere, behoudenswaardige vindplaats is. Die niet alleen bestaat uit de koggen zelf, maar ook nog uit 2 andere wrakken. En het geheel dateert in de eerste helft van de 15e eeuw. Dat is de belangrijkste conclusie. We zijn hier op ons werkponton. Dat hebben we hier afgemeerd zo'n beetje boven het wrak. Op het ponton staan 2 containers. In deze container hier wordt zeg maar de duikuitrusting staat hier. Wij duiken met een uitrusting waarbij de luchtvoorziening van de oppervlakte wordt gedaan. Hierdoor loopt de luchttoevoer. Dit is de dieptemeter. En deze hier loopt de communicatie en het licht. En ook als we willen de videocamera. Wij weten dus constant precies wat iedere duiker aan het doen is en hij kan zeg maar aangeven wanneer de pomp aan of af moet. En als je onder water bent en je ziet allerlei details, allerlei constructiedetails die erop wijzen dat het waarschijnlijk om een koggenschip gaat, ja, dat is heel bijzonder. Dat is wel het ultieme moment voor een archeoloog, ja, absoluut. Rijkswaterstaat wil in het kader van het project Ruimte voor de Rivieren het zomerbed hier gaan verlagen. En dat is een bodemverstoring. En er is tegenwoordig een archeologiewet die zegt bij iedere bodemverstoring moet archeologie worden meegenomen om te voorkomen dat archeologie wordt verstoord. En om die reden is er een vooronderzoek geweest. En in dat vooronderzoek is een sonar ingezet. Daarmee is het hele rivierbed afgezocht. En daar kwamen de contouren van dat wrak kwamen duidelijk naar voren. Het is een pittig project. De omstandigheden zijn zwaar. We zitten in het seizoen dat er veel stroming is in de IJssel. Maar we hebben de omstandigheden goed onder controle. We zijn bezig nu met het maken van putten in het wrak. Dus we hebben de algemene contouren hebben we nu al in kaart gebracht. We zijn nu bezig om langzaamaan in het wrak te gaan kijken hoe het wrak bewaard is, hoe de constructie in elkaar zit en of we nog bepaalde restanten van de lading kunnen vinden. Ik denk dat dit juist ook de missing link is, zeg maar, dat we hier een tastbaar bewijs hebben hoezeer die koggens ook met kampen zijn verbonden en met de IJssel zijn verbonden. Dus wat dat betreft zeggen we, nou, mooi dat wij zo'n 700 jaar in de geschiedenis mogen teruggaan en dat de geschiedenis ons dit cadeautje openbaart. Ik vind het heel spannend, heel boeiend. En zeker vanuit hoofden van mijn interesse, van wat vinden we allemaal? Ik ben blij dat het een kogge is. Die betekent heel veel voor Kampen. Nu, voor Kampen is dit een vrij belangrijke vondst. Kampen is gekend als een belangrijke handelsstad. In de late middeleeuwen is ook een deel van de Hanze geweest in de 15e eeuw. En historische bronnen, volgens de wethouder van 2 dagen geleden, die dat heeft ons verteld, waren er 100-tal kogges verbonden met de stad Kampen. Maar archeologisch, in het archeologisch database, de vondsten, nooit geen kogge gevonden. Dus het is eigenlijk de eerste kogge voor Kampen. Regionaal dus, van groot belang.
kogge die hier achter mij ligt, dat is een kogge die is nagebouwd van een wrak wat als een slap doosje uit elkaar gevallen was. Maar wat er hier nu schijnt te liggen, dat is een kogge die rechtstandig op zijn kiel ligt, die bouwkundig mogelijk nog helemaal in elkaar zit. En dat is toch wel wat mij heel erg boeit. Dit is uitzonderlijk, maar wel, ik ben heel benieuwd. Ik zou het heel graag willen zien en ik hoop om er eigenlijk ook op te kunnen duiken. Dit is zeg maar ons kantoor aan boord. Hier worden alle gegevens verwerkt die we onder water verzamelen. Ik zal een voorbeeld laten zien. Dit neemt de duiker mee naar beneden. Vervolgens schetst hij zeg maar in. Hij zet alle afmetingen erbij. En alle onze referentiepunten. Dus we hebben een aantal referentiepunten onder water waaraan we al het meetwerk ophangen. Dit kun je met ook vrij slecht zicht kun je dit nog steeds vrij goed onder water doen. Nou, natuurlijk heb je ook in je hoofd heel veel gegevens zitten. En vervolgens moet je gelijk naar je duik proberen zo snel mogelijk een en ander vast te leggen op een nette tekening. Dat is dan deze. Dit is een tekening van het achterschip van het wrak. En op basis hiervan, dit soort tekeningen, maken we een overzicht van hoe het wrak erbij ligt. Voor een archeoloog is het toch wel een beetje een droom, eerlijk gezegd. Het is er ligt gewoon een heel groot middeleeuws object op de bodem waar een enorm verhaal achter zit. En dat verhaal dat zijn wij nu bezig om dat in beeld te brengen. Het verhaal achter de vondsten, daar doe je het als archeoloog voor. En dat is schitterend. En vooral deze periode ook, de Hanzetijd. Is gewoon heel erg interessant, want er zijn weliswaar geschreven bronnen over. Hè, maar er zijn nog zo ontzettend veel vragen over en onduidelijkheden over. En in één zo'n schip kan in wezen het hele verhaal van de Hanzetijd liggen. En daar hoop je natuurlijk ook een beetje op. Het bijzondere van deze vondst is dat wij tot op heden de kogge met Kampen konden verbinden vanwege allerlei archiefstukken. En hier ligt nu het tastbaar bewijs dat zeg maar, die kogge hier ook werkelijk gevaren heeft. Het is een belangrijk stuk informatie wat we hiervan kunnen leren. En zeker ook als we het kasteel hebben, is hoe werden deze schepen gebouwd? Zijn de constructiedetails dezelfde als de andere koggeschepen die gevonden zijn? Als er cargo ingevonden is, wat voor type van cargo werd er daar vervoerd? Hoe is de ballast? Welk hout werd er gebruikt? Het is een geweldige zeiler, het is een koersvast schip. En dat is ook waarom het zo belangrijk is geworden in de handelsvaart. En het is gewoon als varend object is het een mooi schip. Ja. Ja, ik hoop op een aantal vondsten die wat vertellen over het netwerk waarin het schip heeft gefunctioneerd. Er is een aantal zaken die bijvoorbeeld zouden wijzen op de OC-handel. Dat zou ik heel erg interessant vinden. Dus halffabrikaten, handelsgoederen, dat zou ik heel erg interessant vinden. Als we dat niet vinden, ben ik ook wel tevreden met werktuigen. Dus onderhoudswerktuigen die bij het schip horen of bijlen en dergelijke. Maar ook bijvoorbeeld zaken die wat vertellen over de mensen aan boord. Want uiteindelijk, archeologie gaat ook over mensen, vooral over mensen eigenlijk. Dingen die men in die tijd heeft gebruikt, waar men van heeft gedronken en gegeten en dergelijke. Dat zou mooi zijn. Nou, dit is een aardewerk schijfje die aan de binnenkant geglazuurd is. En daardoor denk ik dat hij niet bij het schip hoort, omdat hij... glazuren deed men nog aan de binnenkant deed men nog niet in die tijd. Dus dit is van latere tijd. Maar we bewaren hem wel even. Ik heb ook nog steeds het gevoel dat we echt aan het begin staan. Dat we nog maar heel weinig weten en dat er nog heel veel te leren valt uit dit wrak. En dat er nog heel veel verhaal uit gaat komen. Nou, mijn droomwens zou natuurlijk zijn dat deze kogge voor een breed publiek
aanschouwelijk kan worden gemaakt. Dus dat je die kunt zien. Dat die op een goede manier wordt geconserveerd. Het liefst ook hier, op de Koggewerf, waar wij op dit moment staan in Kampen. Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Wat ligt hier en wat gaan we ermee doen? Ik denk dat dit in potentie een grote publiekstrekker kan worden, die het hele verhaal van de Hanzen vertelt. Alle verwachtingen omtrent conservering en gaafheid die zijn bewaarheid. Hij ligt er gewoon heel erg goed bij. Maar hij is niet alleen. Er liggen nog twee kleinere rivierschepen bij. In de directe omgeving. Er liggen nog verschillende losse onderdelen van de Kogge buiten het wrak. Kortom, er ligt gewoon echt een schat aan scheepsarcheologische informatie in een hele goede staat voor conservering. Het belangrijkste is, we hebben één aanwijzing die geeft aan dat er in 1437... hebben er werkzaamheden plaatsgevonden in de IJssel tussen Kampen en Zwolle. En er wordt gemeld dat er hoofden zijn aangelegd. Nou, en hoofden, dat zijn een soort van kleine dammen. Die werden dwars of met schuimende stroom mee in de rivier gelegd. En die dienden ervoor om de dijken te beschermen. Maar ook om de stroming te versmallen. Zodat het stroombed, dat daar de stroming hoog bleef, zodat de rivier kon uitschuren. Nou, en dat stemt wel overheen met deze vondst. Dus het kan zijn dat die melding van 1437 echt concreet wijst op de IJsselkogge zelf. Opvallend is, we hebben niks gevonden aan mobiele vondsten, dus aan lading niet gevonden, inventaris niet gevonden, persoonlijke eigendommen niks gevonden. We hebben ook uitvoerig in het wrak geprikt en niks gevonden. Het wijst erop dat hij helemaal leeg is. Op dit moment is het al een heel erg mooi verhaal. Nu wordt er uitvoerig onderzocht van wat nu het beste scenario is, laten liggen of eruit halen. Maar los daarvan, het verhaal van de IJsselkogge is er al. En daarmee is het al een hele bijzondere filmplaats.